Hi, Guido Fox hier zo. Welkom bij een nieuwe aflevering van Korte Afleveringen. En vandaag wil ik het hebben over contemplatie. In de vorige video heb ik het gehad over meditatie. En vandaag wil ik het hebben over contemplatie. Wat is dat nou precies? Contemplatie. Daar is in de spirituele wereld is daar heel veel verwarring over, heel veel onduidelijkheid over. En een paar voorbeelden zijn bijvoorbeeld: contemplatie is je focussen op geen gedachten hebben. Dus je loopt ergens rond en je probeert geen gedachten te hebben. Dat is een voorbeeld van contemplatie. Een ander voorbeeld van contemplatie, wat dat dan zou zijn, is je focussen op één enkele gedachte die je heel erg belangrijk vindt in je leven op dat moment. Of een gedachte die voortkomt uit een emotie, uit een gebeurtenis vroeger in je leven en die je wilt gaan verwerken. Dus het focussen op één gedachte zou dan ook een vorm zijn van contemplatie. Een ander voorbeeld wat ik gehoord heb is het focussen op één voorwerp. Dus je gaat zitten op een stoel en je gaat één voorwerp bekijken. En daar gaat al je focus heen. Ik denk dat ik wel een goed beeld heb wat contemplatie is. Door het lezen van alle literatuur, spirituele literatuur, maar ook vanwege mijn eigen spirituele ervaringen. Contemplatie is altijd en overal op de dag. En niet in je slaap, contact hebben met jouw Amrita Nadi-lijn. The River of Bliss Consciousness wordt dat ook wel genoemd. Dat zijn chakras in jouw lichaam die jij kan openen en die extatisch geladen worden. Duurt 2 jaar voordat ik deze techniek onder controle had, voordat die chakras werkelijk gingen openstaan. Maar je focussen met je mind op die lijn. Het zijn de 3 harten op een rij hier van binnen. Op mijn kruinchakra, op mijn 3de oogchakra die ik nu voel. Ik voel mijn kruinchakra, ik voel mijn keelchakra, ik voel mijn handchakra's openen. Daar zijn, bij alles wat je doet, is contemplatie. Daar zijn, als je 's ochtends op je stoel zit en je mediteert met je ogen dicht, dat is meditatie. Dus contemplatie is een vervolg op meditatie. Meditatie is eigenlijk de motor. Je zet voor de dag de motor aan en contemplatie is de oefening daarna. Is de oefening voor heel de dag. Dat is contemplatie. Je verbonden voelen met de chakras in jouw lichaam. Ik heb het eerder gehad, hè. Enlightenment, verlichting, is niets anders dan chakra openen. Chakras openen. Dus Jezus, hè, die zei ook, bid altijd. En nu sprak ik vorig jaar iemand die zei, ja, dat kan toch niet. Je kan toch niet altijd bidden. Dat is onmogelijk. En toen zei ik van, ja, dat kan wel. Je kan altijd verbonden zijn met je Amrita Nadi-lijn, met je Godliness, met de spirituele lijn in jouzelf. Die extatische lijn, daar kan je mee verbonden zijn. En dat is wat Jezus ook bedoelde met bid altijd. Contempleer altijd. Je moet bidden, maar is vervangen door mediteren en contempleren. Dus bid altijd betekent contempleer altijd.
En het is moeilijk. Als ik vermoeid ben, is het lastig om daar te komen bij die lijn. Als ik weinig eet, zoals nu, in een vaste periode, in een dieet, is het moeilijk om die lijn vast te houden. Maar als ik daar zit, gaat alles eigenlijk heel erg goed. Krijg ik positieve contacten, positieve gezichten uit de omgeving. Voel ik mij gelukkiger. En heb ik veel minder zorgen aan mijn hoofd. En dat kan een voordeel en een nadeel zijn. Je wordt super sensitief. Dus je omgevingsbewustzijn wordt gigantisch sterk. Je voelt heel fijn aan bij mensen waar ze zitten. Wat de intenties zijn van mensen. En dat kan ook nadelig voor je zijn. Dat komt gigantisch hard binnen. Je wordt veel fijngevoeliger als je contact hebt met die Amrita-Nadi-lijn. Maar dat werkt ook de andere kant op. Als je een positieve prikkel krijgt, werkt die prikkel ook veel sterker. En zou je ook langduriger meedragen op je dag. Dus contemplatie is niets anders dan die verbondenheid voelen met die godlines, met die chakras in jouw lichaam, met die Amrita Nadi lijn. Dat is de essentie van contemplatie. Probeer het uit, ga naar binnen, ga op zoek naar die chakras. Het is een moeizaam proces, het is hard werken, mind, tussen je mind en je lijn. Dat is niet voor iedereen weggelegd. Je moet ontzettend gedisciplineerd zijn om deze spirituele ontwikkeling mogelijk te maken bij je. Maar ik zou zeggen, zet hem op. Doe je best, want het geeft zoveel vooruitgang in je leven. Je krijgt er zoveel mooie dingen voor terug. Bedankt voor het kijken en tot de volgende aflevering.